horen mensen wel echt Museum Jan zeggen, maar in de wandelgangen is het natuurlijk nog steeds Van der Tocht. En dat zijn we ook, dat blijven we ook. Dat is de oorsprong die we blijven koesteren. Dus dat, dat vind ik ook alleen maar leuk. Ja. Ja. Nu eindelijk weer open en dan 30 jaar bestaan. Ja, het valt mooi samen. Ja, eigenlijk wel. Nou, het had iets eerder gemogen. We hadden het graag in januari al gevierd met het publiek. Maar goed, ja, het is nou eenmaal zo dat we zo lang dicht moesten zijn. Maar we zijn heel blij dat we op zo'n sprankelende manier mogen openen met schitterend glas. De basis ligt echt in die privéverzameling van Jan van der Tocht. Hij had een grote voorliefde voor glaskunst. En het is eigenlijk die andere Jan, Jan Verschoor, die hier daarna 25 jaar directeur is geweest, die collectie heeft uitgebouwd tot echt een museale collectie. Dus die heeft allerlei stukken aangekocht die je echt moet hebben om dat glasverhaal te vertellen. En dat is eigenlijk wat we hier laten zien. Dus we laten hier die hele mooie basiscollectie zien, de topstukken uit de collectie van het museum. Ja, en dan gelijk maar een boek eraan gekoppeld. Ja. Voor het eerst in 30 jaar een fantastisch boek over het ontstaan van het museum, want het zit een heel mooi verhaal achter. En de collectie, de glascollectie, prachtig beschreven door professor Titus Eliens, voormalig hoofd van de afdeling toegepaste kunst van het gemeentemuseum, nu het kunstmuseum in Den Haag. En dus een heel mooi verhaal over die glascollectie, waarbij hij die ook echt plaatst in de bredere context van andere glascollecties in Nederland. En dan zie je dat we echt uniek zijn in Nederland. Een museum hoort uniek te zijn, toch? Ja, precies. Je moet ergens in uitblinken. En dat doen wij letterlijk en figuurlijk. De tentoonstelling Schitterend Glas, 30 jaar Museum Jan, is te zien tot en met 31 december.